Hou hem in het midden, Liam. Ik doe een volle van. Jan! Oh! Wow, Ryan! Ryan, we moeten mee met je, Ryan. Wat doe jij allemaal? Bro, die DNF is... Kom op, Ryan, alsjeblieft. Welke leger ga je pakken, Jan? Hè? Deze, deze! Nee! Nee! Yo mensen, Jeroski hier, welkom bij weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we een andere race doen dan normaal gesproken, want we starten een co-op race. Oftewel, we moeten een kant gaan kiezen. Ik ga links. Twee links, twee rechts, jongens, let op en... Ga ik ook links? Ik ga maar rechts doen. Ik kan niet meer remmen. Maar wat hebben jullie als voertuig? Kwad. Ja, dank je. Oh, jullie hebben een quad. Wat wij dus moeten gaan doen, en wat je ook al ziet, is dat we samenwerkend naar de finish moeten rijden. Dus... Heb je er nu zin in? Bij wie ga je er bovenop? Ja, ben niemand. Heb je er nu zin in? Ram er natuurlijk keihard op lijden om straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Kom, hou hem in het midden, mij. Liam. Ik doe een volle van. Jan! Dat wist ik niet, bro! Dat Jan. Mike niet te snel er naartoe rijden, ouwe. Wacht nou even. Jongens toch. Oké, okay, Liam. Nieuwe poging. Nee. Jij moet gewoon er bovenop blijven staan. Ja, maar we moeten even opletten dat ik niet te hard hier tegenaan rijd. Oké, daar komt hij. Ja. Ik zit ertussen. Daar gaan we. Kunnen we niet beter gewoon een team van maken? Dat Liam en ik een team zijn en Mike en Ryan. Want Nee, van tevoren wilde Ryan met jou in team, hè. Hier, Liam. Dit is je eindstop. Jij komt eraan. Liam! Nee. Ik help je! Ja, lekker! Dat ging al bijna fout ook, hè, bro! Dat scheelde heel wacht waar. Op mij, wacht op mij! Ryan! Wacht! Je remt, jongen! Ja, omdat ik er niet met het volgende gas heen kan! Hé, jongens, wij gaan verder, hoor! Jongens. Oh, wacht, ik zit vast! Nee, toch? Nee, wacht, mijn achterkantje zit vast op die rand! Wacht! Ja, hier! Oh. Ja, let op! Mike, we gaan doe je ding! Nice! Nee, we zullen zo meteen wel even op jullie wachten. Wacht. Jongens, kan ik jullie bij jullie in het team aansluiten? Ja, wij gaan letterlijk nu de finish of de checkpoint halen, hoor. Oké, go Liam. Hoppa. Ja, lekker hoor. Dan moet jij veranderen van auto. Kan ik op jouw rempbuggy naar boven rijden? Wij hebben al meer van deze race gedaan. Het is allemaal ongeveer een beetje hetzelfde. Dus op sommige plekken weten we al wat we moeten doen. Ja, dan moet je eens kijken. Maar wij hebben de checkpoint. Wat is er? Moet je opletten. Oh! Er zit er gewoon een onzichtbare rempen. Okay, ik zie opeens wat zwart zien. Ja, dat is wel slim. Ga ik weer links? Ja. Ik ga weer links. Oké, wat gaan we nu aantreffen? Yo! Wij hebben een panto en... Wacht, we hebben een bowlingbal. Moeten jullie hier rechtdoor. Ja. Wacht, hier. Oh, we moeten die bal in het gat krijgen hier. Wat is dat voor de bal, hè? Kijk uit. Ja, je moet die bal... Jongens, jullie moeten er al staan, want anders gaat hij in het verkeerde gat. Hij rolt hij door? Nee, hij rolt door. Nice. En nu moeten wij over jou heen, Liam. Wacht even op mij, ik kom er ook aan. Oh! Ja! Nee, rijden! Oké, over de bowlingbal! Yes! Easy peasy dit! Uh-oh. Ik ben... Doei! Volgende checkpoint, boys! Dan ga ik links. Ik wil nu rechts. We gaan even de rollen omdraaien, want ik heb nu twee keer links gepakt. Ik word ik ben een motor! En ik ben van mijn motor af. Ik ben een cementtruck die aan het tollen is. Een cementtruck? Dat is goed voor het betonnen. Wacht, moet ik nou bovenop je of wat? Ik denk het wel. Maar hoe kan ik hier bovenop? Ik ben een rembuggy. Oké, wacht, ik ben op je. Je kan gewoon een wheelie aan het einde doen daar, hè? Nee, dat doen wij niet aan. Kijk, wij doen het op de officiële manier. Go Liam! Kijk uit voor Ryan. Jongens! Zo! Dit meen je niet, ouwe. Wacht, ik ga even die spannen. Ik moet wel even bovenop iemand staan. Oké, wacht. Oh. Ja, ga maar. Ik sta er nog op. Dank je. Doe je ding. La la la. La 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 la. Ja, hier naar links. Rustig aan. Rustig aan! Ja, ik heb geen eerste. Nee, dat heb ik door, ja. Langs de rampbuggies. Nee. Ja, we zijn een team, hè, jongens. Vergeet dat niet. Liam! Wow! Ik sta er nog op. En nu gaan we volle vaart, Liam.
Volle vaart! Yeah! Wij hebben het op de officiële manier gedaan. Ja. En Lieve heeft hem ook hoor, lekker. Oh nee, dat is deze. Oh jongens, oh nee. Oh. Dit is echt een ramp, jongen. Ja, wacht. Ik kom goed bijstaan. Kijk, ik heb hier nog een flashback van een funny moments van jou. Ja, ik heb hier echt slechte herinneringen aan. Kom erop, jongen. Oei. Dus even slippen. Of doe... Je moet er even rechtop... Nee, rechtop rijden. Niet eraf rijden! Recht. Ja. En blijf staan. Oh, en dan doe ik je omhoog. Dan gaan we. En dan moet je even wachten tot ik goed sta, want dan kan je namelijk verder rijden. Maar dit is zoveel moeilijker. Wacht. Ik strijd tegen dat bord aan. Wacht. Ik moet wel door het midden. Maar dit is zoveel keer moeilijker dan dat ik gedaan heb. Ja, maar jij probeert alles altijd te cheaten. Dit is een officiële teamwork race. Oké, nice. Oh, rijdt hij erbij. Ja, bijna. Kijk, dan rij ik verder en dan kunnen jullie, Mike en Liam. Even wachten, Ryan. Ja. Ik doe hem helemaal omhoog. Wacht. Ja, bro, je kan niet rijden. Ik kan wel rijden. Weet je hoe moeilijk dit besturen is? Oké, hoger dan dit kan die niet. Hoger dan dit kan die niet. Aanloop nemen! Oh, hij heeft hem! Oké, die was wel biest. Eerlijk, die was wel biest, ouwe. Ik weet niet hoe je daar nog overheen ging. En dan moet je er nu weer op en dan rijden we samen naar de checkpoint. Oh. Ja, je staat erop. Blijf staan. Alles onder controle. Er komt hier wel een drempeltje, maar je bent in België wel wat drempels gewend. Liam, even wachten. Oeh, jij bent erop! Ja, let's go, teamwork, brother! Neem jij het vliegtuig maar, Ryan. Bloink! Hey, Ryan, doei, Ryan! Maar ik kan niet opsteken, wat is dit? Oké, als jullie alle twee de auto blijven, jongens, dan moeten ze met z'n drieën bovenop Ryan landen. Oh, Mike, je mist een platform. En Liam, je mist een platform. Oh, Ryan, wat doe jij? Je kan hier toch nooit op landen, bro? Je moet toch een landing dan? Nee, ik kon toch ook gewoon respawnen? Oké, probeer hem te landen dan. Ik kom er bovenop! Oh, hij heeft er nog geland ook! Alleen, je bent vergeten je wieltjes uit te doen, dus nu zit je vast. Maar ik ben gewend van. Oh, hij doet zijn wieltje gewoon nog uit! Wat is dit, ouwe? Ja, wacht, ik kom er ook aan. Ik kom bij Mike. Oh, Ryan, ja, ik ben er ook op. Gaat goed. Want ik moet... Ryan, wacht even, ik moet nog wel even keren. Ja, wie niet meer is, heeft pech, hoor. Nee! Wacht op mij! Ryan. Hey. Kijk uit voor je vleugel steekt nog uit, ouwe. Ja, laat me even... Geen Mike een DNF, Ryan, we moeten mee met je, Ryan. Wat doe jij allemaal? We gaan! Doe, jongens! Ryan, ik blijf er niet op! Ga naar de finish! Ik ga ernaast! Wat is dit? Ga naar beneden! Wow. Ik ben aan het springen, hier, jongen! Ja, laten we ze echt daarachter, of niet? Mike, we rijden erin. Ja, dat kan niet. Dit is echt het beste ooit, ouwe! Je moet echt even normaal door die checkpoint gaan. Ryan, niet je vleugel naar de zijkant doen! Recht blijven! Oké, stukje naar beneden, want ik moet ook door de checkpoint. Ik ben niet zo groot als jij. Naar beneden! Ryan! Oh! Ik heb hem! Wat doe jij? Het is een checkpoint. Ik ga finishen hoor, dikke vinger ook. Ryan is het heeft de checkpoint gemist, ouwe. Wat doe je? Gaat Mike dit nog kunnen halen? Je bent... Oh, het hek is dicht. Ik ga finishen. Als je op dat platform kan komen, Mike, dan kan je nog finishen, maar... Nee, dat haalt hij niet. Ik kom er totaal niet bij. Nee, dat platform is... Er stond aan de andere kant een ramp! Ik ben over die ramp gegaan, maar ik vloog ernaast. En Mike is aan de verkeerde kant! Deze race, die moeten we altijd doen rijden. Wij zijn echt sneaky, man. Ik had kunnen finishen. Ja, dat had gekund, ja. Mike ook als die aan de goede kant was uitgekomen. Maar ja, dit kan er gebeuren. Ik heb nog één origineel concept. Dus wat we gaan doen is, we gaan door naar race 2. De volgende race gaat beginnen en dit is een troll race. Wat het is, we hebben geen idee, maar we weten dat het 2 laps is. Dus 3, 2, 1, go! Pak een lijn, jongens, pak een lijn! Nee, die lijn wil ik. Ik weet dus niet of alle lijnen de goede zijn of
hoe dit in zijn werking gaat, maar... Volgens mij kunnen we ze allemaal pakken, maar gaat het meer om dat je mensen eraf kan beuken. Waardoor je dus helemaal opnieuw moet beginnen. En het is nu even zigzaggen. Dit zijn echt de checkpoints. Ja, dit zijn wel echt de checkpoints. Waarom staan die pijlen de andere kant op? Ja, dat is zo meteen denk ik. Oh, cool. Klopt niet helemaal. Ik ben bang voor die gast hiernaast, dat was Liam volgens mij. Nee, ik wou je eraf beuken houden. Nee. Wow, yo. Maar dit kan op zich wel een leuk concept zijn als je dit met heel veel mensen doet. Of als je echt heel veel laps aanzet. Yo. Oh nee! Moet ik keren. Thanks, Ryan. Thanks. De ballen. Wacht, nu. Want jullie moeten zo meteen terugkeren. Ik pak nu een andere lijn. En als iemand dus dezelfde lijn als mij pakt, dan komen we elkaar tegenhouden. Oh, dit is alweer lap 2. Hallo. Oh nee, nee. Woehoe, ik ben er nog op. Ik wil gewoon die checkpoint door, bro. En Timo die heeft hem ook. Timo die dacht, ik zeg ook gewoon niks, ouwe. Ja, ik heb de checkpoint wel. Ik ga weer de andere kant op. Let's go, Mike. Au. Moeilijk, hè? Ja, moeilijk, hè? Dat tussendoor. Hey, ik moet je zeggen, ik vind het wel een leuk concept. We zijn nu maar met z'n vijven, maar als je dit met 30... Bro! Dit meen je niet, ouwe. Je was er zelf ook nog bijna naast, hè? Ja, klopt. Oh, ja, nu ben ik laatste. Als ik maar geen DNF krijg, ouwe. Nee, Ryan. Jongens, Ryan. Ryan neemt de verkeerde! Probeert hij terug te rijden om het eraf te beuken. Pakt hij de verkeerde nou, hè? Oh, dat was een hele soepele bocht, manieus. Nou, ik ben bang voor jou, man. Oh, Thibaut, waarom rij jij hier? Ja, omdat ik al terug ga. Niet met eraf beuken, Ryan. Nee, ik ben aardig. Ja, helemaal niet. Zie je wel dat je niet aardig bent? Ja, natuurlijk wil ik jou beuken, omdat jij mij wil beuken. Ik vind dat ik vind dat jij een DNF'je moet hebben. Hé, jongens! Jongens, nee, niet meer! Op dezelfde plek! Dit meen je niet. Liam en Mike redden. Ryan, die DNF gaat beginnen. Nee! We hebben net eens samengewerkt! Go, doe nou normaal! Bro, die DNF is begonnen. Kom op, Ryan, alsjeblieft. Welke leegheid pak je aan, hè? Deze! Nee! Bro, ik ga niet spannen, want ik vertrouw jou niet. Ik pak gewoon een andere lijn. Go. 15 seconden. Ja, ik kan hem nog halen, hoor. Ik kan hem nog makkelijk halen. Alleen moet ik er niet nu naast gebeukt worden in een of andere rij. Nee, thanks. Ja, makkelijk. Easy peasy. Oh! Ryan! Ja, dit is DNF. Ik heb hem! Ik heb hem wel! Ik zweer het, ik ben vierde! En Ryan die heeft hem nu niet! Oh mijn god, ik was letterlijk gefinished op de nulste van de nulste seconde. En jij op de min 1 van de nulste seconde. Ja, maar ik zat in met mijn neus in de finish. Nee, want je bent niet gefinished, jongen. Dit is echt keiharde karma dat je mij probeert een DNF te geven. Maar ik moet je zeggen, het is een leuk concept. Dus als er meer van deze race zijn en we kunnen met meer mensen spelen, kunnen we het zeker vaker doen. Dus mocht je hebben genoten van deze video, ram me natuurlijk keihard blij, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Check Liam's kanaal, check mijn kanaal, check Thibaut's kanaal, check Grijs' kanaal, check de links uit, check de race uit. En tot de volgende keer. Doei. Bye.